En dan, de Israëlische premier Netanyahu bracht deze week een bezoek aan Nederland, of zoals hij het noemt, de westelijke Rijnoever. Netanyahu had een gesprek met de Tweede Kamer. En daarin zit ook Tunahan Kuzu van de politieke partij DENK. Dat sneuwe Ottomaanse Erdogan-filiaaltje, dat... Wat? Oh, mensen een kans geven. Oh, ja. Oké, goed. Oké, DENK is heel kritisch op Israël, dus Kuzu zal wel niet naar dat gesprek gaan. Over een kwartier staat het gesprek met de Commissie Buitenlandse Zaken en Netanyahu op de agenda. Heel veel mensen hebben aangegeven, je moet niet naar dat gesprek gaan. Maar ik ga er wel naartoe. Mm-hmm. Dat is sportief. Kuzu is geen fan van Israël, maar toch durft hij gewoon dat gesprek aan te gaan. Want het blijft natuurlijk een dilemma. Hoe ga je om met controversiële leiders uit het buitenland? Je wil kritiek leveren, maar ook het gesprek gaande houden. De Israëlische premier Netanyahu is op bezoek in ons land en bij een ontmoeting met de Kamer weigerde Kamerlid Kuzu hem de hand te schudden. Kuzu ging dus naar een ontmoeting met Netanyahu om hem niet de hand te schudden. Als Kuzu vegetariër is, gaat hij dan met een bordje in de rij voor de barbecue staan, een kwartier wachten tot hij aan de beurt is om dan te kunnen zeggen, nee, gadverdamme, ik hoef die gore worsten niet. Wat? Kuzu die kreeg veel kritiek op deze actie. Zijn collega's vonden het aanmatigend om geen hand te geven. Kijk, die zeggen, we moeten als Nederland niet denken dat we altijd alles maar beter weten. Dit Kamerlid verwoordde dat vrij helder. Waarom hebben wij, dat is ook een kernonderdeel van ons buitenlandprogramma, waarom hebben wij hier de neiging om constant met het vingertje te wijzen naar andere landen die het dan niet goed zouden doen volgens onze normen, onze waarden? Nou. Mm-hmm, kijk, dat is een duidelijk punt. Dit was Tunahan Kuzu van de partij DENK. En die zegt dus geen opgeheven vingertje. Nederland moet stoppen met andere landen de les te lezen. Zijn alle Kamerleden het daarmee eens? Nee. De Israëlische regering moet aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid. Dat ze het internationaal recht moeten naleven. Dat ze al die gebroken VN-resoluties, dat ze dat niet meer mogen doen. Oké. Dit soort geluiden heb je natuurlijk ook in de Kamer. Dit was de fractievoorzitter van DENK. Tunahan, moet ik even kijken of ik het goed uitspreek. Kuzu. Nou ja, die vindt dus dat je een buitenlandse leider best stevig aan mag pakken. Maar er zijn ook Kamerleden die zeggen, hé, het gaat om handel, niet zo belerend. Nederland was altijd het land die een goed evenwicht had tussen de dominee en de koopman. En wat ik nu zie gebeuren is dat de rol van de dominee met het opgeheven vingertje alleen maar groter wordt. En de rol van de koopman, de diplomatie waarmee we onze waarden ook uitleggen aan andere landen, dat dat alleen maar gaat door middel van het opgeheven vingertje. Zit ook weer wat in. Die is van de partij DENK trouwens, die laatste gast. Die is 2 jaar geleden is hij uit de PvdA gestapt. Eigen partij begonnen. Het lang verhaal is nu niet heel belangrijk. Maar zo zie je maar weer, er zijn heel veel partijen in de Tweede Kamer en iedereen kijkt er weer heel anders tegenaan. Die meningen, ja, die zijn enorm verdeeld. Alleen niet helemaal eerlijk. Gelukkig is er ook nog één Kamerlid dat het hoofd koel houdt, te midden van al die schreeuwende collega's, en die een nuchtere oproep doet tot een beetje verdraagzaamheid. We moeten staan voor wederzijdse acceptatie. We moeten iets meer begrip voor elkaar tonen. Iets meer respect voor elkaars gebruiken en tradities. Is dat nou zoveel gevraagd? Hoi, ik ben Arjen Lubach. Leuk dat je keek. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dat kan door te klikken. Normaal vind ik klikken niet zo netjes, maar nu mag het. Klikken.